Zet je voeten goed? Ja. Oké, ben je klaar om te vertrekken? Ja. Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Mijn eerste poging van 2018 voor het fotograferen van landschappen. Ik was alleen thuis met mijn dochter, dus ze moest sowieso mee. Ik had een locatie voor ogen in het bos. Hier kon ik parkeren en ik had gehoopt met... Mijn kleine kinderen is het altijd een klein beetje afwachten en zien hoe het gaat. Maar ik had gehoopt van hier te kunnen parkeren. En dan is het een wandeling door het bos van een kleine kilometer. Dus eigenlijk praktisch om de hoek is er een formatie van een aantal bomen die ik graag had gefotografeerd. Nu bleek al snel als ik daar ter plekke toe kwam, had ze vooral last van koude handjes. Ik had geen handschoenen bij. Een beetje mijn fout ook. Voor de rest was ze goed ingepakt. Maar ze had dus absoluut geen zin om te wandelen en het was vooral veel verdriet. Dus heb ik het een klein beetje bijgesteld, mijn plan. Ik was er op het juiste moment, dus het licht zat goed. Ik heb dan maar gewoon op de locatie waar ik van plan was om te vertrekken. Ik heb dan maar daar een aantal foto's genomen. En het resultaat is niet super. Ik heb een drietal foto's daaruit geselecteerd die eigenlijk grotendeels op elkaar gelijken. Dus eigenlijk om goed te zijn dat we nog één selectie moeten uitmaken. En we zullen die even overlopen. Ik zal even uitleggen ook hoe ik dus de opname gemaakt heb. Dus ik heb mijn camera... Ja, ik heb de Fujifilm X-T2 gebruikt met de 10 tot 24 mm lens. F4 is dat. Ik denk dat die bijna op zijn breedst stond. Ik kan dat eigenlijk ook wel zien. We zullen dat straks bij de foto's zien. Op statief, dus ik maakte een compositie. Het is best dat je vooruit op de camera op statief zet, dat je eerst de compositie zoekt, omdat je een beetje kunt rondlopen en zoeken. En dat je pas een keer dat je compositie hebt, dat je dan pas je camera op je statief zet. Vervolgens een belichting gemaakt. Dan een viertal foto's met verschillende belichtingen gemaakt. Omdat ik tegen de zon in fotografeerde, had ik dus een heel groot verschil tussen het landschap, de lucht en dan nog eens het licht van de zon zelf. Dus door mijn vier belichtingen te werken, kon ik dat min of meer samenvoegen dan achteraf in Lightroom. En dan min of meer alles goed belicht en beeld krijgen. Nu dat samenvoegen zouden we dus even bespreken. En daarvoor deel ik dus mijn scherm. Ik heb hier Lightroom geopend. Je ziet de eerste drie foto's, dat zijn eigenlijk foto's van mijn dochter. Deze sprong daar wat uit. Je ziet dat er dus heel mooi licht was die dag. Ik kwam op het juiste moment zonsopgang. Het is ook een foto die ik sowieso bij zonsopgang moet maken, omdat de zon van achter de bomen komt, de boomformatie die ik zou willen fotograferen. Als we dan terug naar het overzicht gaan, dan zie je ook dat ik telkens elke afbeelding, dus pak het nummer 4 hier, is een shot die ik gemaakt heb, ik een klein beetje overbelicht. En dan 1, 2, 3, 4, 5 opnamen gemaakt zelf, met telkens een andere belichting, met de idee om die dan samen te voegen achteraf. Dus je ziet de 10 tot 24 mm lens op 10 mm, dus inderdaad volledig open. Je ziet hier ook aan de bomen bij deze, aan de bomen op de zijkant, dan die wat vervormd, wat schuin staan. Dus als we terug naar het overzicht gaan met de G van Grit. En dan nemen we hier, en laat ons, ik vond eigenlijk de laatste foto vond ik nog het best geslaagd. Dat is ongeveer hier is een redelijke belichting. Als ik deze nu ontwikkel, D van Develop, kom ik hier bovenaan in de Develop tab terecht. En dan zie je, als ik op basis van één foto, dus hier zie je wel het mooie licht. Als ik op basis van één foto wil werken, en als we hier dan even auto kiezen om de belichting automatisch te doen, dan zie je dat je hier vooral met een groot verschillende belichting zit. Als je dat dan wilt opvangen met een verloop, zo bijvoorbeeld, dan kun je de highlights aanpassen. Ik ben nu aan het overdrijven omdat je het effect zou zien. Hè. Ja, omdat je hier met die V-vorm zit, is eigenlijk scheiding zoals deze is eigenlijk niet voldoende. Juist omdat je met die V-lijn zit. Dus je zou eigenlijk... Kijk, als ik nu heel fel overdrijf en dat donkerder zit, dan zie je dat dit hier veel te donker wordt en hier eigenlijk ook een beetje. Je zou dat eigenlijk moeten... Het wordt al vrij complex om te bewerken, zou eigenlijk dat stukje hier moeten doordrukken. Nu, laten we ons daar niet mee bezighouden. In de plaats daarvan, we hebben toch die verschillende opnamen gemaakt. Dus laat ons dan liever, ik heb die gereset, naar het overzicht gaan. Als ik dan al deze foto's van die scène, van die laatste scène, selecteer. En hier HDR bij fotomerge HDR. Dan kan ik daar een HDR-opname van maken. En dan ga je zien dat hij de correct belichte onderdeel van de verschillende foto's samenvoegt tot één betere foto. Auto-align is niet nodig. De settings zal ik wel geactiveerd laten. Dan gaat hem automatisch proberen de belichting zo goed mogelijk te zetten van de foto, van het resultaat toch tenminste.
En dan gaan we straks verder werken. Dat duurt even, die HDR. Dan gaan we straks verder werken op basis van de HDR. Ja, omdat we op statief gewerkt hebben, weten we dat de foto goed uitgelijnd is. Dus die auto-align is niet nodig. Maar je ziet dus al dat we een vrij goed resultaat krijgen. We moeten daar echt nog maar naar persoonlijke voorkeur gaan aanpassen. Die belichting van dit zit al goed. Dus dan mergen we dat. En dan krijg je een extra foto in je overzicht te zien. En in die extra foto, daar kunnen we dan onze bewerkingen gaan toepassen. Ja, dus hier is hem verschenen. Voilà, dus die laatste hier is de HDR. Dus als ik dat zie, hier van boven staat de info, dat is een achtste van een seconde. Opening 16, ISO 200. De volgende foto op een vijftiende, dat is ongeveer een stopverschil. Dan een dertigste, weer een stop. Een zestigste, nog een stop. Een 250ste, dat zijn twee stops donkerder. Ah ja, ik heb hier een opname die ertussen zat verwijderd. En dan een 500ste. Eigenlijk had ik zelf 6 opnamen gemaakt. Wat een klein beetje overkill is zeker, gezien dat we in RAW fotograferen. Dus dat is de HDR-afbeelding, als ik die dan even ontwikkel. Ik zal hier al van Adobe Standard. Ja, op zich kan... Nee, ik zal naar Fujifilm Provia gaan. Die kleuren zie ik iets liever. En dan kunnen we nog... Eigenlijk op zich is het niet slecht, maar op het moment dat ik daar was, was het licht vooral nog iets doordringender, nog iets meer naar het oranje toe. En dan kun je eigenlijk split-toning, voilà. Dus wat dat die split-toning hier toelaat, is eigenlijk van in de highlights te gaan bewerken of in de schaduw. Dus de schaduw hier is duidelijk alles onderaan in beeld en de tegenbelichte boom hier. Terwijl de highlights echt over de zon gaat, in dit geval in de lucht. En nog door in de highlights dan een soort van, laat ons de saturatie dus van hoeveel, laat het ons even overdrijven, dat we het effect goed zien. En dan wil ik een soort van, dus ja, dat zijn de kleuren dat je hier kiest, de hue. En ik wil daar een oranje in, dus een beetje, niet rood, maar oranje. Dit ongeveer, en dan gewoon iets minder overdrijven. Iets in die zin. Kun je ook nog voor en na gaan bekijken, maar wat er hier nu gebeurd is, dat is de voor en na. Dus wat er eigenlijk gebeurt is vooral, ja, we hebben een HDR ervan gemaakt. Dus dat zijn hier, dit is nog niet correct belicht. Maar dan hebben we vooral ook de kleuren, zoveel mogelijk naar de kleuren van een zonsopgang gezet. Naar hoe het op dat moment aanvoelde. En dan is dat eindresultaat. En dan kunnen we gaan exporteren. Nu, zoals ik al zei, het resultaat is niet super. Ik ben sowieso niet op de locatie geraakt waar ik wou geraken. Dus ik moet sowieso nog een keer terug gaan. Dan doe ik het opnieuw. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.